Nou, mijn ouders waren antiquairs, dus daar heeft het misschien ook een beetje mee te maken. En ik woonde vroeger, of ben opgegroeid in een heel spannend 18e eeuws huis, stadshuis. Die achtergrond is misschien ook van invloed geweest op mijn latere interesses. En, ja, er zullen best mensen zijn die ook dingen in kastjes stoppen. Hè? In de tijd van de pop art werd het veel gedaan. Maar ik geloof dat ik in de loop van de tijd toch wel een eigen stijl heb gevonden. En ook al door het licht wat ik eraan toevoeg. Want heel lang is dat een soort essentieel iets geweest om altijd in zo'n kastje een lichtbron te stoppen. Wat natuurlijk het effect van een theaterdecor nog weer eens versterkt. Daar ben je nu wat van afgestapt? Ben ik wat van afgestapt. De laatste tijd maak ik ook wat kastjes waar niet goed gekoetst dat licht in moet.